Hallo allemaal, hier is Janneke Brouwer weer met een nieuw design. We gaan vandaag beginnen met een warmer design. Als een basis heb ik de Brisa Light Sculpting aangebracht. En omdat ik de Brisa Light Sculpting heb aangebracht, hoef ik geen base coat van Shellac te gebruiken. Ik ben nu bezig met het aanbrengen van een laag over het Lionyx. Die gaat 2 minuten in de UV-lamp om uit te harden. En vervolgens gaan we daarna verder met het inpoetsen van de additives. Additives leren we in de plaklaag van de nagel. Shellac heeft een plaklaag. Daarbij kun je de additives mooi met een penseel inpoetsen. Tik je penseel in het potje. Tik hem iets af op het dopje van het potje, zodat je niet te veel additives erop hebt. Duw voorzichtig de additives in de plaklaag van de shellac. En laat de kleur naar de helft van de nagel uitveden. Ik werk hier nu met de Plum Love. De Plum Love heeft een mooie metaalachtige glans. En bij de Over Lionyx geeft hij helemaal een mooi metaaleffect. Doe dat op alle 10 de nagels. Rustig aan inpoetsen van de additives. Daarna ga ik verder met de Blue Heaven. Dan pak ik het onderste deel van de nagel. Tik het aan op de nagel en laat het rustig in elkaar overveden. Te veel op de huid haal je weg met het penseel. Tik het rustig in en laat het in elkaar overvloeien. Zodat je een mooie tweekleurige metaalovergang als basis op de nagel krijgt. Dan gaan we nu verder met Blackpool, Moonlight and Roses, Lobster Roll, Cream Puff en Silver Vip Stars. Daarvan doe ik een druppeltje op een fotopapiertje op de glanzende zijde. En we gaan het marmer effect opstarten. Ik ga je verschillende vormen van marmeren laten zien. In eerste instantie ga ik werken met een dotting tool. Zet stipjes met cream puff. Daarin stipjes met lobster roll. Dan vervolgens moonlight and roses. Ook weer als stipjes. En de silver vip stars. Verdeel de stipjes. Dan gaat erin over het Lionyx. Als tegenhanger. En maak kleine esjes en achtjes door de stipjes heen. En dat geeft het marmer effect. Blijf niet te lang esjes en achtjes draaien, want dan ga je namelijk de kleuren mengen. En het is juist de bedoeling dat je een marmer effect krijgt. Wil je wat meer highlight, dan kun je altijd nog witte stipjes toevoegen en daar weer esjes van draaien. En zo zie je een schitterend marmer effect. Deze laag breng je op alle 10 de vingers aan en die had je uit. Het tweede marmer design. Dat ga ik opzetten met een penseel. Lobster roll, gewoon wat plukjes over de nagel verdelen. Moonlight and Roses, wat plukjes verdelen. Werk niet te dik. Cream puff voeg ik eraan toe. En dan ga je met een penseel gedoopt in de isopropyl alcohol, ga je door je design heen. Maak daarvan ook kleine esjes en streepjes door de plukjes shellac die je hebt geplaatst. En dat is de tweede manier van marmeren. De derde manier van marmeren, plaats je met een wat groter deel bolletje van je dotting tool ook weer stipjes op de nagel. Lobster roll, cream puff, wat zilver vip stars voor het glanseffect en pak een strijperpenseel, en dat is een penseel met een hele lange staart, en die trek je door de bolletjes heen. Zorg ervoor dat de bolletjes dunner worden naarmate je je penseel er doorheen trekt. Zodat er niet te dikke stukjes met shellac op de nagel achterblijven.
Ga in de lengte, in de breedte. Net waar jij denkt dat je wat meer effect wil hebben. De vierde manier van marmeren. Dat is op de top. Zet wat stipjes op de top. Ik pak de Green Puff, de Black Pool, de Lobster Roll en de Silver Vip Terrace. Verdeel dat op de top van de nagel. Ga met je sleperpenseel omhoog vanaf de top en je krijgt een marmer effect. Vier manieren van marmeren en ik hoop dat je er heel veel plezier van hebt. Zorg ervoor dat je je creativiteit lekker vrij laat. Wat je ook nog kan doen is in het gemarmerde gedeelte mooie steentjes plaatsen. Dat zal ik je nu laten zien. Plaats de steentjes in de shellac die nog niet in de lamp is geweest, dus in de natte shellac. Daarna ga je 2 minuten in de UV-lamp. En na die 2 minuten in de UV-lamp ga je over alle 10 nagels een mooie laag topcoat aanbrengen. Shellac topcoat mooi verdelen over de hele nagel, zodat het design ingepakt wordt en het effect eigenlijk nog veel mooier naar boven komt. De topcoat geeft een schitterende glans. Breng je de topcoat aan over steentjes, zorg ervoor dat de steentjes ook goed ingepakt worden met de topcoat, zodat ze al goed vastzitten in de shellaclaag. Op deze duim hebben we alleen de additives aangebracht. Ook daar gaan we een topcoat overheen doen, zodat de glans van de additive nog meer naar boven komt. Dan ga je vervolgens 2 minuten in de UV-lamp. Na de 2 minuten gaan we met isopropyl alcohol en een deppertje de restanten van de topfilm eraf halen. Dat is de plakkerige laag. Dan vervolgens gaan we met de solar oil de nagelriemen verzorgen. En de top van de vingers niet vergeten. Met Sensations handlotion zorgen we ervoor dat de huid er weer mooi uit gaat zien. En je ziet hier 4 manieren om te marmeren met shellac. Veel plezier!